Een hele goede morgen en welkom bij Nieuwe Ups & Down. De scholen zijn weer begonnen hier in Brabant. In ieder geval in het zuiden van Brabant. Doe eens even rustig. Liam gaat nog niet naar schooltje en Sammy ook niet. Volgende week hebben we een startgesprek voor Liam op zijn nieuwe schooltje. En dan mag hij naar school. Sammy gaat woensdag, als het goed is, nog naar de dreumesgroep. En op een gegeven moment is het dan dat hij 4 ochtenden zal gaan. Dus ja, dat. Dat is hoe het op dit moment zit. Sam zit daar lekker te spelen. Liam zit bij mama te hangen. Hoe is het met je oorontsteking? Het gaat een stuk beter. De oor ziet er ook al beter uit. Dus de antibiotica doet wat hij moet doen. Dus daar zijn we blij mee. Vanochtend hebben we Jordi al naar school gebracht. En Jordi had er hartstikke veel zin in. Zoveel zin had hij erin. Dus ja, dat. En niet doen, niet duwen. Ja, dat. Ja. Liam, nee. Eraf. Ze zijn aan het vervelen. Ik heb Sam nu heel eventjes boven op zijn kamer zitten. Hij hoeft van mij niet te slapen, hoor. Liam zit hier. Maar die waren zo erg aan het vervelen. Ik heb mijn vlees voor vanavond al klaar. Mijn boontjes heb ik al klaar. Ik ga zo dadelijk even de was in het drogen doen. Sam zit er inmiddels alweer bijna een uurtje. Dus dan haal ik Sam zo van de kamer af. Moet over een klein 3 kwartier moeten we Jordi weer op gaan halen. Dus vandaar. Ondertussen ben ik podcastjes aan het luisteren. Ben ik gewoon met van alles bezig. Wij zitten te wachten op die grote broer. Jee! En ze hebben allebei nog niet geslapen. Dus ik ben benieuwd hoe dat de middag gaat verlopen. Hé, hey, jongens. Hi! Hi! Ja, ja, ja. Oké. Dus we gaan het zien. Inmiddels zijn we alweer even thuis. Hebben we Jordi opgehaald. Die heeft alweer gedronken, gepoept, gegeten. Hij heeft alweer alles gedaan. Hij is nu juf Roos op de tv aan het kijken. Want gisteren heeft hij Sam zijn tablet kapot gebeten. Nou, die twee Harry's die zitten samen tablet te kijken. Ik heb net ook alweer 2 vlogs geüpload. Dus dat is ook alweer super. Maar ja, hè? Nee, je gaat hier tv kijken. Maar nou wil hij natuurlijk een tablet. Nee, je gaat hier juf Roos kijken op de televisie. Mama, zou jouw bril pakken? Ja, ik kan moeilijk zeggen tegen die twee jongens. Jullie kijken maar lekker tv, zoek het uit. Kan ik wel zeggen natuurlijk. Maar het is niet hun fout dat Jordi het kapot heeft geweten. Dus ik ga ze daar ook niet voor straffen. Dus ja, dat. En Jordi die komt wel goed. Dus vandaag. En Niels die haalt als het goed is vanavond alweer een tablet ergens via Marktplaats op. Want wij kopen die meestal goedkoop op. Dat als ze gesloopt worden, dat het geen ramp is. Lukt het? Wil je daar ook bijten? Vind je dat fijn? Hè? Ja, voor tandengeknars, ik kan er niks aan doen. Hij heeft buikpijn. Hij heeft vandaag gezwommen op school. En ja, hij heeft gewoon buikpijn van het ontspannen zijn. Ik heb koekjes gebakken. Maar hij is blij met rupsje nooit genoeg. Zullen we hem even afkoelen? Ja, en hij is hartstikke vrolijk. Ja! Hij is hartstikke blij. Een hele goeie. Morgen, het is nog net morgen. Het is net 12:02 of zo. Kindjes zijn lekker aan het knabbelen op een kaasbroodje. We hebben vanochtend boodschappen gedaan. Ik heb mijn was aangezet. Ik heb mijn vaatwasser schoongemaakt en aangezet. Met van dat spul erin om hem schoon te maken. Ik ben heel veel met de kinderen bezig geweest. Want Liam snapt er gewoon de ballen van. Jordi naar school. Hij en Sam nog niet. Nou is zo dat als het goed is Sam morgen gewoon naar school gaat. En Liam is pas volgende week. We hebben volgende week donderdag. Hebben we een startgesprek. En dan mag je als het goed is vrijdags al naar school.
Dus ja, en dan gaat hij in eerste instantie 2 dagen. En na 12 weken gaan we kijken of dat, hij het qua prikkels erbij kan hebben om nog 1 dag erbij te doen. En dan gaat hij 3 dagen. En dan is de bedoeling dat hij op maandag, woensdag en vrijdag naar school gaat. En dan heeft hij de dinsdag en de donderdag om te ontprikkelen, om het even zo te zeggen. Dus dat is de bedoeling. Maar ja, hij snapt er gewoon helemaal niks van. Dus dan wordt hij hartstikke vervelend van, en hartstikke chagrijnig. Maar ja, het is heel even zoals het is. Daar moeten we even doorheen. Want eigenlijk is het gewoon zo, als hij thuis is, is Jordi in principe ook thuis. Zo ziet hij dat. Vooral nu het vakantie is geweest. En Sam, ja, morgen gaan we een ding krijgen. Omdat we Sam natuurlijk naar school gaan brengen. Dus ja, we gaan het zien. Goedemiddag. We hebben Jordi opgehaald. Jordi is, weet ik veel wat aan het doen. Hij zit daar gewoon op zijn hurken. Dus ja, dat. Jordi heeft een goede dag gehad op school. Hij heeft van alles gedaan daar. En had naar zijn zin. Hij is ook vrolijk naar huis gekomen. Ondanks dat hij in slaap was. Toen we helemaal thuis waren, was hij wakker. En toen dacht hij bij zijn eigen mama, ik heb dorst. Dus hij heeft de hele fles opgedronken. En nu zit hij lekker aan de gewone chipjes te eten. En ja, dat. Sam is in de auto in slaap gevallen, maar die is nu weer wakker. En Liam heeft nog niet geslapen, maar ik verwacht dat hij dadelijk wel ergens een keer om gaat vallen. Dus we gaan het zien. De kinderen liggen op bed. Niels is hout zagen en doen. Ik ben ondertussen hier het huishouden aan doen. Ik ben al een heel eind. Ja, nou dat. Maar ik had iets vandaag voor mezelf gekocht, omdat ik behoefte had aan mezelf te tracteren. Ik had vandaag macarons bij de Albert Heijn gekocht. Ik weet totaal niet of ze lekker zijn. De echte macarons die zijn natuurlijk lekker, maar wel gigantisch duur. Ik heb hier 5,50 voor betaald. En ik weet ook niet of dat er hier aparte smaken van zijn. Oh, 6 verschillende smaken. Karamel met gezouten boter, pure chocola en melkchocola, praline, framboos, pistache en vanille. Denk ik dat het dat is. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, weet je, we gaan het gewoon proberen. Dus de pistache smaak. Denk ik. Wel lekker. De echte zijn natuurlijk lekkerder. Maar hey. Ik kan het altijd wel waarderen. En soms moet je jezelf gewoon even trakteren. Dus ja, hè. Ik vond dat ik dat een keer mocht. Een hele goede morgen vanuit de regenachtige Den Bosch. Jazeker wel. We zitten lekker een croissantje te eten. Hebben we gehaald bij de winkel. Lekker, hè? Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Jordi en Sam zijn naar school. En om 11:30 moeten we Sam weer halen. Om 2:00 moeten we weer naar Jordi. En om 4:00 moeten we bij de fysio zijn. Dus we gaan zien hoe de dag loopt. En wat doe je als je samen bent? Heel veel knuffelen. En met een dekentje op de bank. Yay! Even mama tijd. Is ook belangrijk. Want normaal moeten ze me altijd delen, maar nou niet. Nou hoef je mij niet te delen, hè? Nou heb je mama's aandacht.
En hij mocht een toetje uitkiezen voor vandaag. En die gaan we daar al eten. Ja, die gaan we daar al eten. Ja, hij gaat die eten. Ik niet. Hij gaat die eten. En Joefie is er ook. Joehoe! Joef, klaar. Dan, op, op, op. Af, eraf. Op, 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 op. Joef, eraf. Af, eraf. Af, af. Om. Af. Af. Hij bedoelt eraf. Om. Eraf. Dat is wat hij bedoelt. Om. Om. Ja, maar daar mag ze wel zitten. Daar mag ze zitten. Daar valt ze jou niet lastig. Bam. Nee. Papa. Papa. Wat ruikt je lekker? Je ruikt lekker. Ja. 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 Zo. Mijn bos haar voor mijn ogen weghalen. We hebben Sam opgehaald. Ik en Liam. Nou gaan ze lekker broodje eten. We hebben een croissantje gehaald. En ja, dan gaan we kijken of dat Sam nog naar bed wil. Want vanmiddag hebben we natuurlijk ook nog van alles te doen. Dus ja, dat. Ik ga het allemaal wel zien hoe het loopt. Want het is de eerste week van de vakantie. Ik verwacht niks. Oké. Ik ga bubble tea maken voor mezelf. Ik ben water aan het koken, want dit moet je eerst zelf koken. En er staat hierop, boil 10 cups of water for every 1 cup of tapioca pearl in a large pot. Add tapioca slowly into boiling pot and stir lightly. Dus ja, ik ben water aan het koken. En daar ben ik ook water aan het koken, want... Ik maak ook eventjes thee. En dan wel kersenthee. Ja, kersenthee. Of cherise kers. In ieder geval kers. Daar heb ik zin in. We gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon kijken of dat iets is. Ik heb ook de... Die ga ik daar even afwassen. Maar hey, kunnen niet alles tegelijk, toch? Ik heb hier even een beetje ingedaan, want ik heb 5 keer een grote beker in het water, dus met water erin gedaan. En dan heb ik een halve hiervan. Dat komt ongeveer op hetzelfde neer, denk ik. Nou ben ik even dit aan het dichtplakken, want ik moet dit in de koele kaas zetten. Dan ga ik thee maken. Deze laat ik natuurlijk heel even staan. Oeh, mijn belletjes drijven. Oh. Het ziet er echt best leuk uit zo. Nou, dat moet dan 2-3 minuten op laag vuur, moet het borrelen. Let's wait and see. Ondertussen ga ik heel eventjes zorgen dat ik ijsklontjes heb en koud water heb staan en dat soort dingen. En dan kom ik bij jullie terug. Dat is in de volgende swipe. Ze zijn nu klaar. Ik heb ook een... In mijn mond zit, ziet er echt vies uit, maar goed, hè. Dit is natuurlijk wel heel anders dan wat ik in de stad had. Dit zijn met tapioca ballen. En die
knappen niet in je, hoe noem je dat? Die knappen niet in je mond. Die kan ik ook kopen hoor, maar niet bij de zenos. Maar ik wilde deze ook geprobeerd hebben. Dit zijn gewoon de Oh Naturel. Dus ja. En dan ziet het er zo uit als ze in het water zijn. Dit is ijskoud water. Dus die laat ik even afkoelen. En dan moet ik ze door de suiker doen. Die heb ik hier ook al staan. En dan kan ik alles bij elkaar gaan doen. En dan kan ik gaan kijken wat ik ervan vind. Oké, let's do it. We hebben hier de balletjes. De balletjes vliegen we in het water. Nee, maar deze ook. En die gaan we in het suiker doen. Of in de suiker doen, weet ik het. Hop. Ja, dat gaan we anders doen. Tadaa. Zo. Dan gaan we even schudden. En dan komt het er zo uit te zien. Een drap heb je dan. Nou, ik ga jullie even zo filmen. Misschien had ik minder suiker moeten gebruiken, maar hey, aldoende leert men. Staat ook niet bij zoveel suiker, zoveel honing, zoveel dit, zoveel dat. Staat er allemaal niet bij. Nou, ik vind dit wel oké. Dan gaat er ijs bij. En dan gaat de thee erbij. De thee ga ik heel even anders doen. Ik schud het er gewoon op. Maar ja, anders ga ik knoeien. En dan is dit het resultaat. Aangezien de thee nog lauw warm was, smelt het ijs natuurlijk. Ik pak even een lepel. Oké, laten we het proberen. Oh, wauw. Ik moet natuurlijk nou niet helemaal aan de bodem gaan doen, want... ja. Maar deze kersthee, hè, die smaakt gewoon echt net als dat ik hem in de stad had. Echt. Dus lekker. Ga ik het elke dag maken? Ik denk het niet. Maar voor een keer. Hey. Lekker. Wat vond ik er nou werkelijk van? De eerste paar slokken denk je van... Oeh, lekker, lekker, lekker. En dan op een gegeven moment denk je... nee, dit is toch niet waar ik blij van word. Dus toen ben ik gaan opzoeken waar ik wel blij van word. En Niels heeft dat voor mij besteld... Dus ja, die gaan we binnenkort maar weer eens proberen. Een hele goede morgen. Jordi is alweer naar school. Die hebben we gebracht. We zijn naar de winkel geweest. Sam en Liam zijn hier. We hebben ook alweer fruit gehad. Ik heb alweer een vaatwasser aan staan. Ik heb een wasmachine aan staan. Dus ik ben gewoon lekker bezig. En ja, voor de rest zien we wel waar het schip strandt. Het is een nieuw stopwoordje van mijn schipstrand. Wat wil je?
Het is allemaal opgeruimd hier. Dus ja. Hè? Liam was in slaap gevallen. Die is boos. Heel boos. Maar we gaan nu eerst Jordi ophalen. We hebben Jordi opgehaald. Ik had in eerste instantie een Liam die helemaal over de zijk ging. Die is nu weer rustig. Hij denkt ook dat hij gehandicapt is. Want hij heeft een pleister op zijn hand. Wil jij laten zien wat je ouw hebt gedaan? Op je handje. De ouw heb gedaan, zo. Kijk, een pleister erop. Die heb ik ook al 4 keer moeten vernieuwen. Maar goed, hè. Dat. En dan heb ik 2 slaapkoppen. Jordi was slapend van school opgehaald. En Sam is onderweg in slaap gevallen. Dus ja, lekker laten slapen. Joef, eraf. Zij kan er niet zo goed tegen als kindjes op de bank slapen. Dus ja, ik ga heel even Liam een koekje geven. Wat ouw. Ik geef Liam een koekje geven. En dan hoop ik dat hij zo dadelijk weer wat vrolijker is. Want hij is echt zo geëindigd. En toen was ik vergeten de vlog af te sluiten. Ik ben na het opruimen naar bed gegaan. En ben er niet meer uit geweest. Tot vanochtend. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.